President Chandrika Prasad Santokhi ziet graag een tram in de binnenstad van Paramaribo na 25 mei 2025. Het staatshoofd uitte dit verlangen gisteren tegenover journalisten tijdens de opening van de PURP-expositie. Het staatshoofd zegt dat het de bedoeling is dat er vanuit de particuliere sector steeds wordt gewerkt aan het aanleggen van parkeerplaatsen in de binnenstad. Dit zal ook bijdragen aan een geordend verloop van het verkeer, meent de president. Naast die publieke parking, wat nu ook gaat komen, daarvoor kunt u meer informatie nemen bij minister van OW, hebben we ook nodig die particuliere parking. En we zien dat die particuliere parking nu komt, overal zie je. Nu gaat er eentje de lucht in, tegenover Joghotel zie je dat er een hoge parking komt. Zo kan je het probleem het beste oplossen, omdat we enerzijds de binnenstad moeten vrijhouden van toerisme, van lopend verkeer, van langzaam verkeer. Laat die gezellige sfeer in Paramaribo ontstaan en laat die park een beetje aan de rand van Paramaribo zijn. En in de toekomst kunnen we, zoals in het buitenland, een trolley hebben, een kleine tram hebben, die een beetje circuleert in Paramaribo, waar mensen kunnen binnenstappen, uitstappen. Het is allemaal in het kader van toerisme. En dat gaan we ook implementeren na 25 mei 2025. Voor de toekomst ziet de president graag de binnenstad tot ontwikkeling komen, wat ook stimulerend zal zijn voor de toeristensector van Suriname.